Basisschoolkinderen zijn supermarktdirecteur voor een dag. Ze zetten gezond eten op één en prijzen dit flink aan. Met het project Kinderen voor een dag supermarktdirecteur hebben basisschoolkinderen hun eigen ideeën bedacht voor kidsmarketing bij gezonde producten. Samen met supermarktdirecteur gingen ze aan de slag en vandaag zien ze hun eigen ideeën voor het eerst terug in de supermarkt. Ja, we hebben vandaag een dag dat de kinderen de supermarkt overnemen. Supermarktmanager voor één dag, zoals ze dat op hun school noemen. En ze hebben allerlei leuke dingen bedacht met betrekking tot gezondheid. Een fruitsmoothie, leuke weetjes bij de AGF-producten en een heel gezond ijsje. En dat gaan ze nu in de praktijk zien, hoe ze dat kunnen verkopen aan andere klanten. Het is een project dat we vanuit Groen Gezond en in Beweging hebben mogen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de marketing die je vaak ziet op producten voor kinderen, is vaak op ongezonde producten. Maar we vinden het eigenlijk wel heel mooi om dat ook in te zetten voor gezonde producten, want dat werkt vaak wel. De kinderen hebben zelf nagedacht over hoe ze de gezonde producten aantrekkelijker kunnen maken. Ik heb een smoothieapparaat bedacht. Dan kunnen mensen of kinderen kunnen dan zelf groenten en fruit in een smoothieapparaat doen. En dan mogen ze ook zelf de smoothie meenemen. Ik vond het wel heel leuk om te bedenken. En ik vind het ook wel heel leuk dat het nu ook echt in de winkel is gekomen. Nou, we hebben met name heel goed geluisterd naar wat de kinderen denken wat gezond is. En daar ook echt soms hele rare antwoorden krijg je daarop. En daar hebben we eigenlijk dat als startpunt gepakt. En eens kijken van, oké, kunnen we als supermarkt zorgen voor een gezond alternatief. Kidsmarketing wordt vaak gebruikt bij ongezonde voedingsmiddelen, zoals koekjes en snoep. Met het project willen ze dit graag veranderen. Ja, helaas is het zo dat natuurlijk het ongezondste product vaak het goedkoopste is en ook het meest bekend is bij de meeste kinderen. Maar we proberen toch op deze manier om ouders uiteindelijk, want die moeten de keuze maken voor de kinderen natuurlijk, te helpen om een gezonde keuze te maken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen gezond kunnen opgroeien. En dat het ook belangrijk is om daar gewoon al vroeg aandacht voor te hebben. Dat ze gewoon leren van groente en fruit zijn ook gewoon heel erg lekker. En er zijn heel veel verschillende soorten. Dat je gewoon niet altijd een snoepje of een koekje hoeft te eten, maar dat gewoon een lekker stuk fruit, dat ook wel lekker is. Dan gaan we naar de brandweer. Niet elke brandweerkazerne is 24 uur per dag bemand. In Nederland werken de meeste kazernes met vrijwilligers, zo ook bij ons in de regio. Brandweer Elst oefent elke maandag en is op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega's. Maandagavond is onze vaste oefenavond. Op maandag komen alle brandweermensen die actief zijn bij elkaar. En dan draaien wij een oefenprogramma en dat draait het hele jaar door. Dus we hebben dus theorie, praktijk. Het zijn nu de donkere maanden. Dus dan doen we wat iets meer theorie en in de lichtere maanden dan doen we wat meer praktijkoefeningen. We zoeken nu vrijwilligers. Wij zitten op ongeveer 20 vrijwilligers op dit moment en dat proberen we aan te houden. En dan krijgen we wat verloop, dan gaan wat mensen weg. Nog door leeftijd, door verhuizing. Dus we zoeken nieuwe mensen, nieuwe aanwas. Wij zijn een hele brede organisatie in de zin van, we hebben van stratenmakers tot notarissen hebben we bij de vrijwillige brandweer zitten. Dus er is eigenlijk niet echt een standaard brandweerman of vrouw te vinden, zeg maar. Maar in de regel, dat is wel een gemeenschappelijke delen, mensen zijn wel avontuurlijk ingesteld. Vinden het leuk om een uitdaging aan te gaan. Teamgeest is ook wel vaak wel een belangrijk ding bij ons. Dus dat komt wel terug als gemeenschappelijke delen. Bij de brandweer is het belangrijk dat je snel ter plaatse bent. Brandweerpost Elst zoekt dan ook mensen die in de omgeving wonen en werken. Je bent nu op Post Elst. Post Elst is een vrijwillige brandweer. Dat betekent dat wij overdag gewoon aan het werk zijn. Deze kazerne is onbemand. Op het moment dat onze pager gaat, dan moeten we hier aanwezig zijn. En wij gaan met 4,5 minuut ongeveer rijden. Dus dat is een beetje de tijd, zeg maar, de cirkel, zeg maar, om de kazerne die we aanhouden voor de mensen die we werven. Dat is ongeveer 4,5, 5 minuten, dan moeten ze toch wel op de kazerne kunnen zijn. Leeftijd, kijk een beetje aan, zullen we zeggen, weet wel. Ik zeg maar, rond de 40, dan wordt het kritischer, zeg maar, omdat er nog een heel opleidingstraject aan zit, zeg maar. Maar tot die leeftijd sowieso geen probleem. En achtergrond, zoals net al gezegd, heel divers. Daar kijken we niet zo snel naar. Vanaf de eerste dag dat je aangenomen bent als vrijwilliger doe je mee tijdens de oefenavonden. Daarnaast start je de opleiding tot manschap. Anderhalf jaar
Dat is de eerste basisopleiding. Vanaf dat moment zeg maar, kun je mee op de brandweerauto. En dan doe je het blok brand, zoals we dat noemen. Dan ben je echt volledig brandweerman. Vandaar komt de vervolgopleiding voor technische hulpverlening. Dat is voor ongevallen. Dan komt nog een stuk opleiding voor inzet gevaarlijke stoffen. Dat is ook. En dat is een totaalpakket. En als dat afgerond is, dan ben je helemaal allround. De gemeente Heumen en Mook en Middelaar hebben binnen de regio met stipt het hoogste percentage huishoudens met meer dan €500.000 aan vrij belegd vermogen. Nijmegen en West-Maas en Waal scoren het laagst, blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau maakte deze week per gemeente de cijfers bekend van het aantal huishoudens dat in 2022 minstens €500.000 had aan vrij belegd vermogen. Onder dat vermogen vallen aandelen en obligaties plus het geld dat op de bank staat. Bewoners en medewerkers van woonzorgcomplex De Hulse in Nijmegen vierden gisteren de start van de nieuwbouw die in 2025 wordt opgeleverd. Ze plaatsen symbolisch een eerste kalkzandsteenblokken en ook werd er een lamp aangestoken waarmee de naam De Hulzen zichtbaar werd. Op de hoek van de nieuwe Dukenburgseweg met de Tarweweg vereist de komende jaren de nieuwbouw van woonzorgcomplex De Hulse. Het nieuwe complex is een initiatief van Iriszorg en de gemeente Nijmegen en gaat onderdak bieden aan zo'n 145 bewoners. Gelderland is nog steeds een van de grootste provincies als je het hebt over melk. In totaal hebben we hier zo'n 2400 melkveehouders. Daarmee zitten we samen met Overijssel en Friesland aan de Nederlandse top. Met al die koeien produceren we jaarlijks zo'n 2,1 miljard kilo melk. Dat is zeker genoeg voor alle 2 miljoen inwoners van Gelderland. Volgens Jelle Zijlstra van de Wageningen Universiteit zal dit niet snel veranderen, ondanks het aantal boeren dat stopt vanwege de stikstofproblematiek. De feestdagen komen er weer aan en dat is deze keer goed nieuws voor alle liefhebbers van Lego. Je kunt namelijk in Museumpark Orientalis je eigen Lego kerststal maken. De kunstwerken worden tentoongesteld in het museum, waarna de beste stal zal worden uitgekozen. We hebben van 16 december tot 7 januari weer ons feest van licht. Met elk jaar ook weer de kerststallen tentoonstelling. En dit jaar vragen we of kinderen hun eigen Lego kerststal zouden willen maken. De mooiste kan een mooie prijs winnen. Dus we hopen dat heel veel kinderen zin hebben om iets van Lego te bouwen voor in onze tentoonstelling. Orientalis probeert tijdens de kerst de mensen bij elkaar te brengen. Nou, Museumpark Orientalis bestaat al 100 jaar en het is eigenlijk nu een ontmoetingsplek geworden voor allerlei culturen, levensbeschouwingen. Dus ons feest van licht richten we ook in met die boodschap. We proberen zoveel mogelijk mooie, lichtgevende kunstobjecten te laten zien met dit gevoel. De tentoonstelling past hier ook. We hebben een eigen fantastisch grote collectie aan kerststallen van Japan tot aan Mexico. Nou, dit jaar komt Denemarken erbij als Legoland. Dus het is voor de hele gezin een heel leuk bezoek. De wedstrijd is niet alleen voor kinderen, maar voor... Iedereen die handig is met Lego. Kinderen is natuurlijk onze doelgroep. Het is speelgoed. Het is ook na de Sinterklaasperiode zometeen. Dus we hopen dat de komende weken heel veel kinderen aan de gang gaan met hun stalletjes maken. We hebben vitrines klaarstaan. Dus er kunnen op 13 december, voorafgaand aan ons feest van licht, kunnen de kinderen hun creaties inleveren. Maximaal 30 bij 20 bij 20, meen ik. Dat staat op onze website, feestvanlicht.nl. En dan hopen dat we zoveel mogelijk enthousiaste bouwers hier mogen verwelkomen. We hebben hier in ons hoofdgebouw bij Museumpark Orientalis een hele grote expositie, tentoonstelling ingericht met stallen vanuit de hele wereld. Het thema dit jaar is groots. Dus we hebben groots in waarde en groots in gewicht, groots in aantal schaapjes. En de Lego kerststallen die vallen onder groots in populariteit. Dus we hopen dat veel mensen komen kijken en genieten. En wat je ermee kan winnen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. We gaan in ieder geval een aantal cadeaubonnen voor bij de Lego-winkel hier in Nijmegen verloten of uitdelen. En we proberen ook nog de grotere, mooiere prijzen aan te kunnen bieden. Maar dat wordt nog bekendgemaakt.
Ja, vandaag zagen we eindelijk de zon weer eens overdag. Het bleef droog en ondanks de 3 graden was het wel een prima dagje. Vanavond gaat het afkoelen naar net iets boven het vriespunt. Afhankelijk houden we het nog droog met opklaringen, maar vannacht krijgen we dan te maken met wat neerslag. Kan ook van winterse karakter zijn. Morgenochtend kan het plaatselijk glad zijn en is er weer kans op een winterse bui. In de middag blijft het bewolkt en vallen er af en toe wat buien. Temperatuur morgen komt weer uit op 3 graden. De dagen erna worden het koude najaarsdagen, waarbij donderdag en vrijdag de temperatuur maar langzaam boven het vriespunt uitkomt. Wel schijnt regelmatig de zon en blijft het droog. In het weekend dan neemt de kans op een bui wel weer toe en zal het ook iets minder koud zijn als de dagen ervoor. En dit was het RN7 regionieuws van dinsdag 28 november. Van het overige nieuws kun je kijken op onze website rn7.nl of op onze sociale media Instagram, Facebook, YouTube en X. En dat kan via RN7 online. Morgen zijn we weer met een nieuwe uitzending bij je terug. Een fijne avond en tot dan.